Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken en te volgen. En zo hoef je geen één video meer te missen. Ik heb vandaag dus een weekvlog. Het is maandag. Ik heb vandaag de hele dag online les. Super saai. En daar moet ik werken. Dus het is echt een boring day. Dat is heel apart. Ik heb van Buurtechnieks nieuwe kwasten. Je ziet het niet door de ring light. Dit is het bestel. Die zijn binnengekomen. Ze waren in de korting. Dus ik dacht, waarom ook niet? Ik heb het totaal niet nodig. Maar you know. Even kijken hoor. Er zit ook een bakje bij. Je hebt dus. Dat is op zich best handig. Zeg je eerlijk. Goed. In ieder geval, het is een heel. Deze is een beetje gebogen. Misschien is hij daarom in de korting. Maar ja, dit gebruik ik toch niet. Het ging vooral om deze kwasten voor oogschaduw of concealer of weet ik veel. En dit. Ja, ik weet eigenlijk nooit wat je hiermee kan. Je wenkbrauw doorkammen, ja. Dat gebruik ik eigenlijk ook niet. Maar ja, dit was bij elkaar 9 euro. Dus ik dacht, waarom niet? Hier vind ik eigenlijk mooi. Nou, heel erg leuk. Alright, de outfit of the day. Ik heb dit shirt aan van Frankie's. Jasje van Joyn's. Dit tasje is van Shein. Deze split legging is van de Concrete Fashion. Deze laars ook van Concrete Fashion. Helemaal leuke outfit. En ik heb nu online les, dus ik moet nu weg. En ik weet ook niet waarom ik helemaal fliek in make-up ben. En deze outfit aan heb, maar dat vind ik gewoon leuk. Ik heb nu de hele tijd online les. Nu nog een half uur en dan weer de hele middag van 1:30 tot 4. Het is wel heftig, zo'n begin van de week meteen boom les. Maar ik doe ook heel veel andere dingen hoor. Ik heb mee een boekhouding onder een les gedaan. Bullshit, maar ja. Yes, ding, de online les is afgelopen. Ik heb nu even lekker een uurtje pauze. Dus ik ga even eten maken. Misschien even buiten een heel klein rondje lopen in de tuin. Gewoon even naar buiten, frisse lucht, want je zit alleen maar binnen. Ja, dat ga ik nu eerst doen. Oké, het is inmiddels 4:30. Ik moet nu snel naar mijn werk, anders kom ik weer veel te laat. Ja, ik heb echt geen zin in. In ieder geval, ik heb wel zin in, maar hierna moet ik aan school en daar heb ik echt geen zin in. Maar ja, het moet maar. Oké, het moment is weer aangebroken dat ik eruit zie als een trolletje. Een leuk trolletje. Ik heb de hele dag, de hele avond, naar mijn werk aan school gezeten. In ieder geval, dus ook echt een fucking lie. Ik heb aan school gezeten, maar niet de hele tijd. Ik heb wel dingen afgekregen. Ik wil eigenlijk nog één klein stukje af hebben. En dan doe ik de rest lekker morgen. En dan vind ik het helemaal best. Ik lijk echt op een glitterbal. Het boeit me ook gewoon echt helemaal niet, weet je? Het boeit me helemaal niet. Ja, het is inmiddels al 10:30. I don't know what the fuck I'm doing. Ik vind mezelf met bril echt zo lelijk. En ik krijg altijd de vraag, waar is je bril van? Dat is een hele lieve vraag. Maar die is van een opticien hier uit de buurt. Het is niet echt van een merk of zo. Het is echt een verschrikkelijke bril. Want hij zakt altijd van boven, want hij is veel te groot. Dus ik moet eigenlijk een nieuwe. Maar ik heb geen zin om een nieuwe te kopen. Morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik ben nog niet mogen douchen en opgemaakt. Het is nu 10:15. Ik ga nu aan school zitten en vanmiddag heb ik les om 2:30. De outfit of the day. Ik heb deze top aan van Bella Jules Fashion. Met deze broek ook van haar. En schoenen van Naked. En deze oversized blazers ook van Naked. Dus gewoon een simpel outfitje. Mijn haar lekker gewassen weer. En ik moet even op de hoogte. En ik heb make-up op. Ik heb weer geen foundation op. En je ziet het gewoon echt bijna niet. Wacht. Ik heb alleen concealer en cream contour gebruikt. Dus dat is echt een uitvinding. Want foundation is helemaal niet nodig bij mijn huid. En als ik natuurlijk echt ga flieken, dan heb ik wel foundation op. Maar dit is gewoon perfect. Okidokie. Het is inmiddels 4:30. Ik ga nu naar mijn werk. Het is echt prachtig weer. Het is echt super chill met bezorgen. Zo lekker weer is.
Net op meisje heeft mijn telefoon opgehaald. Dus ik heb lekker mijn telefoon verkocht. Mijn oude iPhone X is super chill. En ja, dat was het. Ik ga nu, anders kom ik weer te laat. Oh my god, yay! Het is 11:30 en ik heb de weekvlog al afgeëdit. Normaal ben ik altijd echt diep in de nacht. Nee, dat is niet waar. Heel overdreven dit. Maar normaal ben ik echt wel tot laat bezig. Maar ik heb hem lekker snel geëdit. Ik heb echt een super lange, leuke weekvlog weer. Dus als je de vorige weekvlog nog niet hebt gezien, check it out. Ik ga een nachtje weg met Stan. En de verjaardag van Bo. Dus het is helemaal gezellige weekvlog. Dus ja, ik ben even spulletjes aan het opruimen. Dan ga ik lekker daarboven make-up eraf halen. Altijd nog even facetimen met mijn baby. En morgen ga ik een hele leuke mukbang opnemen met mijn moeder. Echt super benieuwd naar. Die video komt aankomende... Nee, die staat voor jullie al online. Een mukbang met mijn moeder. Ja, lijkt me helemaal leuk of zo. Echt gewoon anders. Dus ik heb er wel zin in. Dus ik ga even de boel opruimen en dan ga ik lekker naar bed. Dan zie ik jullie morgen weer. Love you guys. Morgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik ben nog helemaal geflikt en al. Het is 10:00 volgens mij. Het is 10:45. Het is 10:00, het is 10:45. Iets langer mee bezig geweest dan ik wilde. Ik was al om 8:00 wakker. Toen heb ik 1 uur in mijn bed gelegen. Toen heb ik mijn hele kamer stof gezogen. Een beetje schoongemaakt. Mijn dekbed verschoond. Me omgekleed en me opgemaakt. Dus op zich is het ook niet heel raar dat het 10:45 is. Ik ga zo meteen even koffie drinken. En ik ga vanmiddag een mukbang met mijn moeder filmen. Ik denk dat we gewoon gezellig broodjes gaan maken. Lekker zalm gaan halen. Gewoon lekker lunchen, broodje maken. Helemaal leuk. Ja. Vandaag ga ik verder niet veel doen. Ik moet de weekvlog inplannen. En vanmiddag ga ik weer gezellig naar Stanny, mijn schatty. 2 dagen niet gezien. And I already miss him. Outfit of the day. Oké, de outfit of the day is deze top van Bershka. Blazer van Naked. Volgens mij heb ik dit gisteren ook aangehad, deze blazer. Maar ja, deze superleuke broek van Naked. Echt love it. En deze schoenen van Shein. Lekker blote buik, want het kan. Het is alleen niet heel erg mooi weer eigenlijk. Het is heel mistig, as you can see. Maar ja, ik ga nu even naar beneden. Ik heb echt geflikt, because, ja, ik ga een video opnemen, dan wil je er gewoon geflikt uitzien. Flieke repliek. Oké, jee, eindelijk is mijn hoesje binnengekomen van mijn telefoon. Ik zat er echt op te wachten, want ja, ik had heel de tijd die telefoon, maar ik was er zo voorzichtig mee. Want ik wil natuurlijk niet dat het kapot zou vallen ofzo. Dit is een hoesje en screen protector in één. Ik heb het van bol.com. Super chill. Het is een zwart hoesje. Nou, perfect. Gewoon een zwart hoesje en een screen protector. Een glasplaatje. Oh, deze gaat net over de randen heen. Dat is ook chill. Oh, dit is echt, nou, een perfect hoesje. Kijk, zwart. En dan, hij gaat ook over de rand heen. Dus dat vind ik heel chill. Ja, hier ben ik echt heel blij mee. Gewoon lekker clean en zwart. Oké, ik ga nu... het glasplaatje erop doen. Ik heb altijd een glasplaatje. Dit saved mijn leven. Ik ben namelijk mega niet voorzichtig, zeg maar. Dus voor mij gaat altijd alles kapot. Oké, afkloppen. Niet dit. Even kijken hoor. Je moet... dit is hem. En dan moet je eerst stap 1. Wet. That ass. Oké, ik moet hem eerst even schoonmaken. Misschien denken jullie echt waarom film je dit, maar dat denk ik zelf ook. Maar ja, weet je waarom ook niet? Wet that pussy. Oké, nee. Echt niet grappig. Dry that ass. Oké, please God, give me a sign. This will work for me. Oh, ik moet echt mijn bril opzetten, dat zie ik niet. Dat kan je gewoon prima zelf, joh. Alleen, dit... schaamplaatje zit dus voor je camera. Maar dan wordt je camera toch veel minder van. Nou, nog steeds even goed. Ik moet alleen niet gaan barsten, maar... oké, ik ben hier helemaal blij mee. Nu voel ik me een stuk zelfverzekerder met mijn telefoon in mijn hand. Ik zat echt zo... please don't fall. Oké, nou, helemaal top. Lekker scherm blaadje erop.
Nou, we zijn klaar met het filmen van de mukbang. Wil je niet even op de vlog? Nou, we hebben net een mukbang gefilmd. Vond je het leuk, mam? Ik vond het eigenlijk verrassend leuk. En ik vond ook dat we het heel goed hebben gedaan. Ja, ik vond het ook wel leuk. En ook gewoon heel open-minded, maar ook heel eerlijk naar ja. Nou, dat vind ik belangrijk, hè? Ik vond het heel leuk dat je in de video wil zijn. De video staat al online, dus wil je hem zien? Vergeet zeker niet te checken. Ik zal een link in de beschrijving. Het was echt, een hele leuke video geworden. We hebben ondertussen dus lekker sushi gegeten. En superleuke vragen beantwoord. Dus je moet het echt checken. Het is echt kijken waard. Okay, het is inmiddels 4:30. Ik heb net een hele leuke pubquiz gemaakt met Anne. Die we zaterdag bij Nina gaan doen. Wordt echt fucking leuk. Ik ga nu onderweg naar Stan. Ga ik daar gezellig eten. En ik heb nog sushi over. Dus dat ga ik aan hem geven. En ja, dat is het. Morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd. Maar ja, ik was natuurlijk bij Stan en hebben we lekker gegeten. We hebben nog gesport. Avond Ajax gekeken. Ja, niet veel Stan natuurlijk zien. Het is nu 10 uur. Stan had net een online les een uur. Zo weer online les. Zo. En vanmiddag heb ik weer online les. En iemand vroeg of ik kon werken. Dus ik ga nu invallen vanmiddag. Extra werken. Prima. Ik heb deze paarse trui aan van Concord Fashion en een spijkerbroek. Hele simpele outfit. Ik denk dat we nu even naar beneden gaan en wat gaan eten en zo. Ja, vandaag wordt echt saai dag. Oké, het is inmiddels 1:15. Stan is klaar met zijn lessen. We hebben nu even lekker lunch gemaakt. En we gaan Temptation USA kijken. En ik heb zo meteen weer online les. Oké, het is inmiddels 4:00. Ik ben klaar met mijn online les. Ik ga dus vanavond extra werken. Ik weet niet of het... Nee. Het regent. Oh, ik heb er echt geen zin in. Ik moet zo op de scooter nog naar mijn werk. Is toch nog een kwartiertje op de scooter of zo? Even kijken hoor. Het gaat regenen. Het blijft regenen. In ieder geval, ik ga dus extra werken. Ik ga dus weer met een van... Oh nee, het is harder vos. Nee. Nou, bezers. Dus daar ga ik zo meteen heen. En vanavond ga ik echt aan school werken. Ik moet echt een paar dingen doen. Ik moet ook nog, en dan ga ik morgen ook. En morgen moet ik middag ook werken. En ik moet een video online hebben. Dus ik heb er helemaal drukke planning. Oh my god. Het is inmiddels al 2:00 s'nachts. Ik heb de hele dag, de hele avond aan school gezeten. Aan YouTube gezeten. Mails beantwoord, samenwerker gefixt, allemaal dingen gefixt. Het is echt niet normaal hoeveel tijd het allemaal kost. Maar ik vind het heel erg leuk, dus ik vind het niet erg. En toen was ik deze tijd vergeten, het was al 2:00. Toen dacht ik, oké, dan, dat is niet best. En dan het allerkutste wat je kan gebeuren is dat je boven komt. En dan wil je echt je bed in, dan heb je tanden gepoetst. En dan moet je je bed nog opmaken. Dan moet je je fucking bed nog opmaken. I totally forgot about that. Oftewel, schiet mij nu maar gewoon neer. Ik wil gewoon mijn bed in. Ik ben moe. Morgen, ik moet even haten, want ik ga morgen gewoon vroeg opstaan. Want ik heb weer fucking veel shit te fixen. Nog maar voor school, video editen. En ik moet werken. Dus... Ik heb het waardig van ik voor mezelf. Oh, heerlijk. Lekker mijn bedje opgemaakt. Nou, ik ga slapen hoor. Godverdomme, 2:30. Jezus. Het is echt heel lang geleden. Laatste keer dat ik om 2:30 sliep. Morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is al 10:30. Ik heb me een beetje verslapen. Maar ja, ik liep. Was gisteren natuurlijk tot heel laat wakker. Ik vind het heel raar licht. Ik was gisteren natuurlijk tot super laat wakker, dus ik was ook wat later wakker geworden. Een beetje in mijn bed gechilled. Ik heb me omgekleed en ik heb me al opgemaakt. Dus ik ga nu naar beneden. Ik heb echt een vet koude outfit aan, maar ik trek sowieso nog wat anders aan, want ik moet nog werken. Ik heb dit topje aan van Chiquel en deze legging van Naked. En daaronder heb ik gewoon laarsjes van Concord Fashion. Dus gewoon een super chill en basic outfit, maar... YOLO, ik doe het gewoon even aan thuis aan. Ik moet nog even mascara boven mijn ogen weghalen. In mijn vorige week vlog had ik die Flavor Drops geprobeerd. Iedereen zei dat ik die van mijn protein moest kopen, want die veel lekkerder zijn.
En dat ik veel minder druppels moet doen. Want ik deed echt gewoon whoops, een half pipet. Ja, weet ik veel. Ik heb daar natuurlijk helemaal geen verstand van. Dus ik ga nu 2 druppels doen en kijken of dat beter is. Want anders heeft het inderdaad een hele chemische smaak. Zoals jullie zeiden, dus daar zit ik niet echt op te wachten. Dan heb ik gewoon liever lekker een naturel smaak. Gewoon lekker koffie. Yummy. Er zit een beetje veel in. Oh, oh. Vorige keer deed ik volgens mij dit gewoon helemaal in. Ik ga 2 druppels doen. 1, 2. Ik kan me niet voorstellen dat dit wat gaat doen. Maar daar ga je dus zomaar de fout in. Dat dacht ik ook. Dat dacht van. Gaat echt niet helpen. Oké. Okay. Zo, mijn god. Oh, waarom gooi ik alles nou weer eroverheen? Oké, okay, hier gaan we. Het heeft weer zo'n chemische smaak. Het heeft beter roeren. Een hele koude top aan, maar ja. I don't give a fuck, you know. Dat schuim, dat vind ik vooral heel erg. Noem maar die koffie. Nou, ik vind nou niet echt wat toevoegen of zo. Ik kan koffie gewoon beter zonder drinken. Nee, ik vind dit... nee, misschien ga ik dat in die van mijn protein bestellen, dat die beter zijn. Oh jongens, kijk hoe lekker een lunch ik heb gemaakt. Ik heb dus 2 omelet, gewoon een omelet gebakken van 2 eieren. Heel klein beetje kokosolie. Dan heb ik hier een mengsel van ui, tomaat en ham. Een beetje gebakken. Kruiden erop. Ik heb een beetje crème fraîche, een beetje sriracha en wat ijsbergsla. Ik heb eigenlijk gewoon de restjes in de koelkast weer opgemaakt. En een heerlijke lunch wel gemaakt. Nou, eet smakelijk. Oh my god, jongens. Dit is een partij lekker. Het is niet normaal. Het smaakt echt gewoon naar een soort burrito of zo. Het is zo lekker. Nou gewoon, ik heb het ook sriracha op gedaan. Wie heeft dat gezegd? Of sirachel, voor de mensen die het weten. I love her. Ik ging commenten onder de video. En nu ging ze... En heeft ze me teruggevolgd. Echt een top 5. I love her. Nou, ik vind dit zo bizar lekker. Dit is gewoon niet normaal. Ik wist echt niet dat gezond eten zo lekker kon zijn. Het is echt raar. Oké, ik heb even heel snel omgekleed voor werk. En ik ga ze nu snel werken. Het is echt heerlijk zonnetje weer. Blauwe lucht. Dus, nou, ik ga snel werken. Oké, het is inmiddels avond. Nee, ook dit er niet aan. Het is inmiddels avond. Stan en ik hadden vanavond HelloFresh weer gekookt. Ik lijk wel HelloFresh ambassadeur, maar dat ben ik niet. We hadden een heerlijke hartige taart gemaakt. Dat is echt super lekker. We hebben net even een rondje gelopen, net voor de avondklok. En ik zag dus dat ik bij mijn nieuwe telefoon een jaar Apple TV had. En daar stond een documentaire van Billie Eilish op. Dus die gaan we nu even gezellig kijken. We hebben lekker een kopje thee. We gaan lekker de hele avond in bed liggen en lekker chillen. Heel veel zin om dat gewoon lekker te doen. Gewoon lekker niks. Morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ja, ik ga vandaag niet zoveel doen. Ik ga denk ik even wat oude kleding naar Leger des Hels brengen. Stan is natuurlijk blijven slapen, gezellig. Gisteren hadden we die documentaire van Billie Eilish gekeken. Die hebben we nog niet af. Maar die staat op Apple TV+. Ik kreeg gewoon een paar vragen van op mijn Instagram. Ik heb gewoon echt een super simpele outfit aan. Ik heb gewoon een spijkerbroek. Wow, het is echt heel donker. Nou, het is heel raar donker licht, maar ik heb gewoon een spijkerbroek aan. Nou, het is hier raar. Nou, en een trui erop. Het is echt het meest simpel ever. Maar ja, ik ga zo meteen vanavond toch omkleden, want dan gaan we gezellig naar Nina. En die is alleen thuis, gaan we lekker cocktails, sushi eten. Helemaal leuk. En dan ga ik deze jurk aan doen. We gaan helemaal overdressed. Dus dan ga ik me opmaken en omkleden en zo. Dus dat is nu helemaal niet nodig. Oké, okay, nou, we zitten nu in de auto. We zijn even naar zo'n container aan het rijden. gisteren toen jij aan kwam rijden, toen hoorde ik ook echt zo... Ik dacht, oké, Stan is er. Maar daar gaan we even de kleding in de container doen. En dan gaan we boodschappen halen. En wat, ja, wat gaan we nou maken? We willen zeg maar of een hele gezonde pizza maken of met salm iets. Gewoon crackers met salm. Het is allebei lekker. Beste pizza denk ik. Ja? Leuker. Oké, gaan we met bladbrood, een beetje tomatenpuree, tonijn. Best wel gezond. Tuna is ook goed. Ja, nou. En
Ja, vanaf ga ik naar Nina. Dan ga ik sushi eten. Dus dan ga ik ook alweer genoeg zooi eten. Maar ja, wel lekker. Oh, we hebben echt een heerlijke zelfgemaakte tonijnpizza gemaakt. Echt super veel zin in. Ik doe nog een beetje rucola erop. Yay! Alright, het is inmiddels 6:15. Of 6:45 is het al, joh. Ik heb me helemaal opgemaakt. Gefliekt. Ik ga zo meteen bij Nina wel laten zien hoe ik eruit zie. En welke jurk ik aan heb en zo. Ik heb er allemaal geen tijd voor gehad. Ik heb altijd 100 jaar om me klaar te maken. En altijd heb ik tijdstress. Ik ga nu Anne ophalen. En dan gaan wij naar Alphen. Dan gaan we sushi ophalen. Want we gaan lekker sushi eten. Helemaal stress weer. Het is echt overbelicht. Ik wil het aanrukken. Zo. Het is best wel een beetje donker al. Het leek net als het midden op de dag was. Met de Wesley. Ik moet nu eigenlijk best wel omrijden. Dus het staat ook weer nergens op dit. Ik heb helemaal zin in vanavond. Gisteren was Nina jarig. Dus we gaan ook een verjaardagscadeautje geven. Maar daar komen jullie ook nog wel achter. Dat ga je niet nog eens zien. Oké, ik heb dus deze jurk aan. Het slaat helemaal nergens op. Het is heel mooi, ja. En we hebben nu lekker sushi. We hebben heel veel honger, want het is 7:30. Heerlijk. Ik wil even zeggen dat ik echt heel veel moeite voor heb gedaan. Ik maak geen grap. Het was echt veel moeite. Esther heeft heel veel moeite. Ja, vooral ik wel echt. Ja. Ik heb ach. Maar ik heb echt heel jij veel geld aan die kaart. Nou, hallo, volgens mij heb ik het meeste moeite aan gehad. Jij hebt ook moeite. Ja. Ja. Ik wil wel. Het staat helemaal echt. Maakt maar. Oh, dat is niet. Hoe dan? Nee, dat vind ik leuk. Oh. Dit is gewoon heel grappig. Okay. Ah, ik vind het helemaal uit. Oh, kijk, ik heb nu al zin in. Oké, de voorkant is wel grappig. Wanneer ga je voorkant zijn? Nee. Wat slaat ik nou weer op? Het is toch leuk om mijn huis te. Ja, het is wel leuk. Ja. Oh, maar dat is omdat het bij jou. Maar het is altijd met Greet. Heb ik ook altijd. Ja, oh, maar dat het gewoon de grap was dat je dat wou doen. Omdat we nee, nee, maar hij moest toch op mij bezorgen. Ja, ik had het toen ook bij jou. Toen ik dat naar jou bezorgd. Wacht even. Dit is wel even een momentje voor de foto. Ja, goed. Oké, let's go. Happy birthday, Gord. Wacht, terug. Even de muziek uit. Ik voel het. Er zit een geluid in, hè? Ik voel het. Gefeliciteerd. We houden van je en je bent. Ik kom trouwens niet op de schouder erboven. Wacht even. We houden van je en je bent een top vriendin. Oh. En daarom willen we jou meenemen. Dus als je er zin in hebt, natuurlijk heb je dat. Gaan we met z'n vieren een dag naar de Veluwe. Oh, dat is zo leuk. De overnachtingen en de. Oh. Scooter stuur krijgt van ons. En dan gaan we natuurlijk lekker wandelen, eten en heel veel wijntje drinken. Dus oh, leuk. Heel leuk huis. Niet normaal. Ja, en dan gaan we op zo'n elektrische scooter. Ja, echt leuk. Je moet even wat zien, dat huis zien. We hebben net heel de tijd een pubquiz gespeeld. Dat was fucking leuk. We zijn nog steeds bezig trouwens. Oh, we zijn nog niet klaar. En we gaan nu lekker cocktails maken. Kijk hoe leuk. Esme heeft het meegenomen. Maar ze heeft een vriend gekocht. Ja, echt leuk. Een hele professionele cocktail shaker. Oké, wat? Wat willen we eerst maken? Wat zit jullie even lachelijk te maken? Wat willen we eerst maken? Sex on the beach? Sex on the beach of movies? Mocht sex ik on the beach. Ja, sex on the beach vind ik wel leuk. Wat wil je altijd ook weer? Deze. Maar ik heb eigenlijk ook een zin in. Ja. Is er nog cranberry zo? Wacht. Oh ja, die moet je even pakken. Ik hou er niet zo van. Oké, en dan ga je hierin doen, toch? Ja. Oh, ik maar ik denk dat we wel even veel in moeten, want we zijn er met z'n vieren. Hé, waar is die ene dan? Die ik doe gewoon dit twee keer. Oh, die nee. Groot, denk ik. Ik wil ook altijd wat zo graag. Ik denk het wel. Ja. Oh. Ja. Het is heel chill om dingen schoon te maken. Ja, het is ook helemaal zo lekker zo. Het is best weinig, misschien wel. Ja. Maar ja, anders kan je het nog wel in maken, hè? Ik wil nog dit. Ik heb al deze, wat ik de volgende keer ga maken? Espresso martini. Ja. Dat is wat lekker? Kapot lekker. Heel en lekker. En ik wil ook een pierkraas maken, maar. En houd je voor staan? Ja. Pornstar Martini. Dat gaan we ook maken. Ja. Hadden we dat niet de vorige keer? Weekendje weg. Pornstar. Ja, dat weekendje weg. Pornstar. Pornstar. Dat is echt lekker. Ja, wat zei je nou? Oh, lekker ja. Pornstar. Hey, zullen we dat met het weekendje weg doen, die mojito? Niet die cocktails. Oh, lekker. Wat is echt beach. Shirtje? Ja. Ja. Dat is echt wat we doen.
Nee, niet aan het begin. Oh. Doe die kleine shot. Ja, doe die kleine. Oké, okay, wacht, moet ik dit even ingieten? Hey, wist je net dat er een dag voor de Boeddha's bestaat? Oké, zij zegt zo'n spirituele aap. Spirituele aap? Oh, niet alweer. Doe het maar! Ik heb nu al zin in koffie, man. Maar ik kan ook even gieten. Kijk dan, ik heb zo'n ding. Ik wil even gieten met het ding. Hou maar naar McDonald's, hè. Ik heb het al gesproken, gelukkig gedaan. Ja, ik wil even gieten. Leuk. Ja, morgen. Ik wil gieten. Ja, dat is leuk. Nou, leuk joh. Nou, echt leuk. Ah! Doe maar ook met mij. Lekker. Oh, lekker. Oh god, ik dacht. Zo, het spannend. Het ging ineens heel snel. Het ging ineens uit. Dat is best wel lekker. Nee, maar dit is geen kleine. Nee, jij ook, hè? Nee. Jawel, iedereen. Iedereen, jij ook, S. Het komt er ineens uit. Ja, S meedenkt dat ze nu al. Gieten. Het is gewoon van tijd. Zo, Buster. Lekker. Je moet het niet in. Nina, die giet, hè? Die giet. Je giet het gewoon in de keel. Oké. Okay. Huts en shaken met okay. De booty. IJs. IJs. En zo. Ja, ook pas dan. Maar wat is dit? Waarom limonade? Dat is geen limonade. Dat is wel limonade. Cranberry sap. Hey, ik vind het ding wel echt leuk. Dit vind ik denk het leukste van de hele ja. Shaken oprecht. Maar dat is echt handig op fles, eerlijk. Echt handig. En ook gewoon twee. Maar wat is dit dan? Allemaal. Ja, dat is safe. Safe, ja, maar dat hebben we even niet nodig. Nee. Ik heb, maar hoeveel moet erin? Gewoon even wat doen? Oké, gooi maar gewoon wat in. Maar is dat alleen Sex and Beat? Wodka, dat en dit? Nee, ja. Nee, die andere sap, schat. Orange juice. Oh, dit is orange. Deze heb ik ook, dit is zwart. Dan kan je ook. Jij hebt ook het zwart! Echt? Dat is hetzelfde! Ja. Dat vindt mijn moeder leuk voor mij de zat leuk erbij zwart. Nee, ik doe niet precies. Nee. Oh, we hebben geen. Oh shit, we hebben geen crunch ijs. Nee, goed. Ja joh, crunchy joh. Zo, kijk, dit is handig. Handig, dit is top. Oh shit, dit is echt veel. Oh, dit is veel te veel wat aan. Ja. Er kan het ijs helemaal niet bij. Oh, nee. Dom? Nou, maar net. Zo. Nee. Ik wil even jazz. Nee. Snel die deker erop. Die deker, hoe werkt oh my God, dat? Ze hebben het verkeerd opgedaan. Nee. Wel, hij is verkeerd om. Nee, hij is verkeerd. Ik ben zo slecht een cocktail maken. Stop. We hadden een tutorial moeten kijken, stop, eigenlijk. Stop. Dit moet er eigenlijk. Zo dan dit moet eigenlijk. Even apart gaan. In een glas, even los. Glas. Nog aardig bij te knippen samen. Ja, wel. Liep ik zijn glas? Dit duurt lang voordat hij maakt zijn glas. Ja, we zijn al 4 minuten bezig. En wat hebben we bereikt? Helemaal niks. En wat hebben we? Alles ligt hier. Morgen ging zo goed. Jullie zijn echt teleurgesteld in mij. Ja, klopt. Ja, dat vind ik wel. Ja. Alles is op die plan. Het ga je shaken, hè? Weet je zeker dat het goed gaat? Dat kan dat eigenlijk. Maar dit wordt ook heel koud in je handen. Ja. Eigen handen ook. Hey, kan jezus, niet. Jezus, slaan hoor. Yes. Ik pak even een plaatje. Morgen het is zondag. Mooi. Het is half 1. Het is helemaal. Nou, we hebben lekker uit. Half 1. Ja, oh ja. Tot morgen weer. Zo. We gaan nu lekker ontbijten. Nina heeft een geweldig ontbijtje gemaakt. Echt lekker. Heerlijk, lekker zalm. Oh, dat is prima. Nou, en ik heb helemaal niet zo'n kater, joh. Ik voel me prima. Oh, de snijles voor de. Hier. Ik kan het niet. Ik heb gewoon een vlog. Ik pak hem even. Ja. Ik wist ook dat het kan niet goed gaan. Ja. Nee. Die baas staat zo hoog in. Ja. Het gaat ook echt zo. Onder 18 jaar. Ik heb sorry. Jongens, koffie flikkert! Koffie flikkert! Jongens, niet. Ik snap het niet! Sorry, ik er tegenaan. Servetje. Let maar er maar niet uit, maar blijf maar even door. Oké, hou het goed vast. Ja, het is niks gebeurd. Oh jongens, ik dacht wat heel dik van. Hoeveel kan er fout zijn in 5 seconden? Staat er weer en dan gefilmd. Ja, maar kijk. Van de schrik ben ik een soort mijn misselijkheid kwijt. Ja, ja, maar yeah. Ja. Ik weet niet hoe dit ja, nu uitgaat. Ja, je moet ja. Gewoon schrikken. Ik kan. gaan we die groep naar? Maar nu ja, zie ik we zijn naar de McDonald's gaan rijden, maar ik ben heel misselijk van geworden. Oké, ik word niet goed. Er ligt overal koffie hier. Nee, zet ik nou op de koffie. En ik heb koffie besteld. Oh ja, dat wordt niet. Goeie ook. Ja, het slaat helemaal nergens op dit. Ja, die koffie is helemaal rijden. Oké, ik ben inmiddels thuis. Ik voel me weer wat beter. Ik word gewoon heel misselijk van het autorijden. Want ik was totaal
niet dronken gisteren. Ik was gewoon lekker aangeschoten, maar niet echt heel erg dat ik heel dronken was. Of dat ik echt een kater had. Ik werd gewoon best wel op tijd wakker en ik voelde me gewoon top. Maar toen de auto ging rijden, werd ik zo misselijk. Echt gadverdamme gewoon. Maar ik ga nu naar stand toe, ga ik gezellig eten. Dus ik ga vanavond wel gewoon thuis slapen, want ik heb morgenochtend gewoon weer les. En ik moet een portfolio inleveren, dus ik moet vanavond ook nog gaan werken. Dus ja, ik voel me echt heel apart en een soort niet levend. Oké, het is inmiddels zondagavond. Ik ben inmiddels weer thuis, gezellig bij Stan geweest. Ik heb mijn vlogkamer helemaal niet meegenomen, maar ik heb daar alleen gegeten. En moest ik gewoon voor de avondklok weer thuis zijn. Ik ben net lekker in bad geweest en ik verveel me dood. Dus ja, ik wil je heel erg bedanken. Nou, dat was eigenlijk mijn week. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vond je video leuk? Vergeet als ik niet een duimpje omhoog te geven. Vergeet ook zeker niet om mijn kanaal te abonneren. En dat was het. Love you and see you later guys. Doei doei!